Yo, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van DWFishingteam. Je ziet het achter me. Ik ben weer terug op het watertje waar ik mijn eerste 6 van het jaar deed. Toen was het nog koud. Ik ving een paar knollen en shit, Maar nu is het water iets meer opgewarmd. Het is goed weer geweest. Het voorjaar is in volle gang. Dus ik hoop een paar van de zwaarlijvige bewoners van dit plasje te vangen. Er zitten zeker. Ik heb een paar 20ers hier gevangen. Dus ja, ik ga deze zooi achter mij ga ik even opruimen. Instellen en opbouwen. En dat moet helemaal goed komen. Ik hoor daar al een visje springen. Dus het vertrouwen is hoog. Zo, als je ziet heb ik even snel het shotje ingegooid. Nou, je zag het op film, maar waarom precies daar? Ja, ik zag precies even een rugvin bovenkomen. Dus ik denk, ik gooi een shot erop af. Ik heb een klein beetje fever van citrus erop gespoten. En dan, ja, wie weet, single hoekbeet. Ik hoop die zo alvast af. En ja, hier is nou het water. Nou, hoe kies ik nou vandaag een stek? Kijk, daar gaat hij al. Ja, ik zie daar zo. Zie ik een heel mooi hoekje wat uit de wind ligt. Ik weet dat daar 's middags de zon op schijnt. Dus dat zal wel goed opgewarmd zijn. Dus daar ga ik een engeltje gooien. Ik ga hier zo in dit hoekje een engeltje gooien. Ik vroeger een paar jaar geleden een paar mooie twintigers gevangen. En hier zo ga ik vannacht vissen. Dus 3 engeltjes. Hoe kunnen hier privégrond? En ja, ik denk dat dat me wel moet lukken. Ik heb er zin in. De boeienpijp voer ik van tevoren vast even een paar bories op de stek. Zodat er straks misschien al vis op de stek zit als ik met het wapen kom uitgelopen. Nou, vissen is altijd een hele dure hobby. Zeker als je ja, om de vis eigenlijk een nieuwe haak, nieuwe onderrem met een nieuwe haak doet. Zo'n pakje kost al snel 6, 7 euro. Dus daar is wat op verzonnen. Heb je een veldje. Je hebt een fijne en een grove kant. En met de fijne kant doe ik altijd na een vis of na een sessie. En ik denk, nou, de haak kan ik nog wel gebruiken. Ik een paar keer veilen. Nou, hoe doe je dat nou? Je pakt hem in de haakbocht. Kijk zo. Loodje los dat de spanning van de lijn is. En je doet hem heel voorzichtig. Je moet een paar keer zo langs de lange kant. Even 1 keer langs de schuine kant. En nog een keer langs de schuine kant. Nog een keertje. Nou, nu sta ik weer scherp. Dat kan je zien op je nagel. Ik weet niet of het goed in beeld is. Maar als je makkelijk iets van je nagel kan schrapen, voelt hij wel scherp aan. En durf ik hem weer in te zetten. Het is altijd maar weer de vraag hoe ik ga vissen vandaag. Ja, heel simpel. 1 eilootje, 90 gram. Ondereindje van 15 centimeter. Een tungsten anti-tangle, zodat hij goed op de bodem ligt. En maatje 4, Feng X Nash met een coconut cream. Haakt lekker in. Ik heb hem net nog even geschepen zoals je zag. En ja, altijd een stukje poetie op de overgang tussen soepel en stijf. Zodat hij al lekker indraait. Ja, het is eigenlijk al jaren hoe ik vis. Dat is wel eenvoudig. Ja, de andere engel doe ik iets opvallender. Doe ik een citrus met een geel pop-upje erop. Je weet het niet. Ik probeer altijd verschillende dingetjes uit met mijn richts en mijn onderlijnen. Andere met een choldrig. Dus ja, sowieso moet 1 van de 3 wel afgaan. Verwacht ik zo. En het moet helemaal goed komen. Zoals je ziet, ik heb een waterkoker aan. Ik ga mijn rijntjes even lekker uitlopen. De eentje recht eraan, shot er ook nog steeds. En die andere 2 in de hoeken. Ik moet nog even komt goed. Zo, ondertussen zijn we 2 uur verder. Het is 6:50. En watertje weer echt er mooi bij. Hengels erin. 3 hengels uitgelopen. Is altijd toch wel veel werk. Maar ze liggen picobello. Helemaal perfect. En ondertussen, je kan het al raden. Maar ze waren in de aanbieding, dus ik kan het ook niet laten liggen. Even een hamburgertje erbij. Helemaal uit. Morgen ga ik nog een dagje vissen samen met Daniel Tiedink. Beetje op een grote, uitdagende water. Dikkere vis. Maar nu even lekker kort nachtje. Morgen weer om 9:30 in Rotterdam zijn op school. Dus dat zal wel iets van 6:30 opruimen worden. Vroeg zat. Ik zie je zo. Wie hebben we daar? Hallo. Shit, maesta. Hallo broeder. Wat kom jij nou doen? Ja, ik kom even kijken hoe deze jongen een mooie bak eruit gaat slepen. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Je denkt, ik kom alvast voor de foto's? Ja. Ah, dat vind ik lief. Gewoon een vooraf gehuurde fotograaf. Ja, vooraf ingehuurd. Hey, ben je niet de goedkoopste jij? Nee, dat zeker niet. Nee. Ah, ondertussen zijn we nog steeds lekker aan het bakken. Ik heb al 1 burgertje op. Maar ze maakt altijd naar meer. Wil jij er straks ook eentje? Ik lust er zeker eentje. Dat dacht ik al. Ja. Profiteur. Het is altijd belangrijk om de ketchup goed te verdelen over de burger. Dus ik zal het even demonstreren. Ik heb hier een fles van 1,5 kilo. Oh, dit gaat nu al mis. Dan heb ik hier cheddar cheese. Dan doe je een beetje een mooi cirkeltje maken. Maar dan, dit is belangrijk. Nu vouw je hem 1 keer dubbel. En dan heb je gewoon nog een kant. En dan maak je ook een mooi cirkeltje. Jij hebt echt een kijk, hoppa. Ketchup verslagen. Kan de was doen. Ja jongens, de normale jongeren zijn verslaafd aan roken en blowen. Maar Rietse, die is verslaafd aan ketchup. Laat in de reacties weten hoe hangen we met deze 1,5 kilo fles. Wel 1 opmerking, we doen er wel samen mee. Dus zitters die kennen er ook wat van. Het is echt niet alleen bij mij, maar ik kan er wel van genieten. Beetje dikke. Ja, het is helemaal boven dit weer. Ik vergeet gewoon altijd wat. Nu ben ik weer gas vergeten, dus chatten weer op de stek. Ik fiets maar even naar huis om gas te houden. Oh, ik hoop toch dat hij afgaat, hè. Dat je weer terugkomt en dat er als een kapa in je net zit. Leuk. Later pikken, baas. Zo jongens, we hebben gegeten. Koffie is op. Lekker van moeder is een bakje gehad. Ideaal. En gas is gehaald. De hengel zeggen. Toen je mijn tentje erop zetten, het begint al wat donker te worden. En dan ga ik denk maar heel de avond Netflix kijken, want het is best koud en dat weet je. Gewoon lekker de overweb erop. En nou, hoop op een visie, maar ik heb eigenlijk weinig vertrouwen. Toen ik aankwam dacht ik, ja daar wordt het. Maar nu, ik weet niet, we gaan het zien. Gaan meemaken. Zo jongens, het is 11:01 en de eerste vis heeft zich gemeld op de ziektes. Ik had al een karp verspeeld op de jot. Die ging de hoek om en ik kon hem niet meer tegenhouden, dus die schoot los. Maar het is zeker mooi. Hij vecht lekker en ja, ik ben er hartstikke blij mee. Hij voelt ijskoud aan. Het water is ook nog best wel koud. Hard gewaaid vandaag, wel een beetje zon, maar ja, prachtig. Hier doe je het voor. Hey, jongens, tweede vis vannacht, wederom tot citrus. Best wel klein. Wel puntgaaf en heel mooi, maar ik snap er niks van. Elke keer dat ik hier ben gaan vissen zijn de vissen kleiner geworden. Ik begon hier met een paar mooie 20ers, maar nu is dit het gemiddelde formaat. Dus dat is jammer. Ik denk dat ik niet vaak meer terugkom. Maar ja, het is echt koud vannacht. Die vis voelt ook ijskoud aan, dus ik heb hem even in het scherm uitgeraad. Maar ik had meer verwacht. Ik denk dat als het een beetje zonnig had geweest, iets minder wind, dat ik dan meer had gevangen. Wederom toch 2 mooie visjes. Op de achtergrond ruik ik dan mijn hamburger aanbrand, dus ik ga hem snel weer terug doen. Nou, het is 11:50. We begonnen met opruimen. Eerst nog even lekker een hamburgertje. Altijd mooi met zulke temperaturen. Als het 's nachts koud is, blijf je burgers ook gewoon goed en vers. Ideaal. Zo jongens, dat is de video weer. Snel, het is 6:15. Ik ga naar school toe. Dus, nou, vond je de video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. We hebben inmiddels de 14.000 abonnees bereikt. Hartstikke bedankt, helemaal goud. Daar zijn we blij mee. En nog 6.000 te gaan. En dit mooie haar, dat gaat er allemaal vanaf bij ons drieën. Dus we gaan met z'n drieën helemaal kaal. Geen zin in, maar het lijkt erop dat we het wel gaan redden. Dus, nou, doe zeker een duimpje omhoog. Ik zie je volgende keer. Later.